Vandaag zaterdag 3 mei 2014 en ik ben op het aspergebedrijf van de familie Ooms in Lebelstraat. En vandaag een bijzondere dag, want de boerderijwinkel wordt officieel geopend. Goeiedag, het is vandaag 3 mei 2014 en ik ben op het bedrijf van Toos en Frits Ooms. En Toos, het is vandaag een bijzondere dag, hè, want jullie boerderijwinkel die, is helemaal vernieuwd. Klopt. En vandaag is het eigenlijk de officiële ingebruikneming. Onze kleinzoon hebben vanmorgen met z'n tweetjes het lint doorgeknipt. Aha, ja. Dat was een speciale gelegenheid. Hoe laat was dat? Tegen 11 uur. Oh ja. Toen waren de jongens klaar met steken. En toen kwam iedereen hier naartoe. En toen hebben we de winkel officieel geopend. Want jullie hebben de hele winkel vernieuwd. En wat was de reden daartoe? Het feit dat Marion en Bas, onze dochter en schoonzoon, in de zaal bijgekomen zijn. Aha. Toen zeiden ze van nou, dat is een mooie gelegenheid om de winkel een beetje aan te passen. De sorteerder, waar we dan spijs mee sorteren, hebben we een nieuwe loods voor gebouwd. Die is daar naartoe gegaan. Oh ja. En de rest hebben we helemaal winkel. En deze hele ruimte is nu winkelruimte geworden? Klopt. Oh, dat ziet er allemaal ontzettend leuk uit. En ja, het grote seizoen is natuurlijk begonnen, Toos, hè? Want de aspergeseizoen heel vroeg dit jaar. Ja. Veel vroeger dan anders? Ja, veel vroeger. Maar normaal zijn we rond de 20ste bij je gaan verkopen. Ja. Ja, vorig jaar was het natuurlijk heel laat, want toen waren we pas 4-5 mei. Want deze tijd begon je toen pas. Ja. En nu hebben we er wel 4 weken op zitten. Dus maar Toos, heeft dat nou nog invloed ook op de tijdstip van stoppen? Ja, volgens mij wel. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat het weer deze tijd gaat worden. Komende tijd. Krijg je natuurlijk heel warm weer en als asperzeplant gaat heel veel geven. Ja, dan zullen we toch eerder moeten stoppen. Dan zul je eerder moeten stoppen. Ja, je merkt het nu natuurlijk ook. Eerst loopt de groei wat terug. En als die dan weer flink door gaat groeien, dan krijg je het Sint-Jansschot. Ja. En ja, dan mag je er niet afsteken, want dan heb je volgend jaar. Nee, dan pleeg je roofbouw, hè? Ja, dat kan dat gewoon niet. Nee. Ja, je zit natuurlijk met alles in de natuur. Alle plantjes en zo krijgen een tweede groeischeut. Ja. En ja, dat mag je er niet afhalen. Want Toos, ik zie het hoofdproduct op dit moment, hè, zijn natuurlijk de asperges. Dat klopt. Maar daarnaast verkoop je ook nog andere zaken. Ja. Ja, heel veel. Wat is er vandaag allemaal in het schap te vinden? Aardbeien. Ja, dat is normaal natuurlijk. Eieren. Eieren. We hebben een aantal sapjes. Mm-hmm. En En ik zie ook, aardappelen. Geschrapte krieltjes. Geschrapte krieltjes. En dat komt niet allemaal van jullie eigen bedrijf af, neem ik aan, hè? Nee. Een gedeelte kopen we bij Nelissen. En voor de rest andere producten, daar hebben we een groothandel voor. En hele leuke servetjes. Ja, dat zijn allemaal. Ja, daar hebben we een groothandel voor en dat koop je in. Ja. En mensen die bij jullie asperges kopen, hè, ze kunnen ook geschild kunnen ze bekennen. Ja. En want ik zie hier achter je de schilmachine staan. Ja. Ja, wij waren een van de eerste die een schilmachine hadden. Ja, ja. We hebben nu ongeveer een jaar of 12 schilmachine. Want toen je daarmee begon, moesten mensen er nog aan wennen natuurlijk. Want die waren gewend dat zelf te doen. Ja, we hadden hem gekocht en ik weet toen al dat de dochters zeiden van, je had beter voor ons een nieuwe auto kunnen kopen, want dit wil helemaal niks, maar gelukkig. Maar al vrij snel kregen we in de gaten natuurlijk, gemak. Nou, toen die tijd was het zo dat oma die schilderde voor kinderen en kleinkinderen, maar oma wordt ook steeds ouder en of oma is er niet meer en die voor die euro extra kunnen we ze net zo goed laten schillen. Want het is bij jullie wel zo dat je niet van tevoren hoeft te bestellen om ze geschild te hebben. Je kan ter plekke op het moment zeggen. Je koopt wat je ziet uit de bak. Ja, want dit en dan gaan we ze schillen. Want we hebben hier het product zoals het op maat gesneden uit het land komt. Ja. En gesorteerd al gelegd in de verschillende bakken en gewassen. En dan wordt het nog geschild straks in de machine waar we net naar keken. Daar doen wij wat de mensen bij staan. Waar de mensen bij staan. Dan weten ze
wat ze kopen. Ja. Oh, nou, willen de meesten ze nu geschild of zijn er nog wel mensen bij die zeggen, nou, dat nog doe mensen, ik zelf? Ja, er zijn nog steeds mensen die zeggen van, ik doe het liever zelf. Uh-huh. Maar ook natuurlijk, je kunt als ze geschild zijn niet zo lang bewaren. Oh ja. En er zijn altijd mensen die op vrijdag komen en die ze zondag pas eten. Mm-hmm. En ja, dan laten ze ze liever niet schillen. Nee. En er zijn natuurlijk ook andere mensen die zeggen van, ik doe dat liever zelf. Ja, ja, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die niet eens weten hoe het moet. Die heb je waarschijnlijk ook bij. Heel veel. Ja. En ja, dat merk je nou gewoon met de kant-en-klaar producten die je natuurlijk hebt met geschrapte kreeftjes. Mm-hmm. En de eieren en aardbeien. En veel mensen komen gewoon uit hun werk en laten dan maar spelen schillen. Nemen de aardappeltjes mee. En eieren en andere dingen. En dan hebben we volledige maaltijd. Het gemak. Ja. Ja. Want jullie timmeren ook best wel aan de weg. Ik zie ook jullie Facebookpagina. Ja. Hebben jullie ook al een website? Of hou je het bij Facebook voorlopig? Nee, dat komt allemaal nog. En merk je, Toos, dat zo'n Facebookpagina effect heeft? Ja, toch wel. Dat de groep met vrienden en de mensen die het doorgeven. Ja, dat er zijn steeds meer mensen die het ook aan andere mensen doorgeven. Ja. Dus ja, iedereen kijkt er natuurlijk op, maar dat is toch wel leuk. En, ja, het is ook echt best wel handig om kleine berichtjes iedere keer te posten. Iedereen vindt het wel leuk om te kijken. Nou ja, het is vandaag dan de officiële, maar hij was al in gebruik natuurlijk. Hij was al in gebruik. Alleen, ja, je moet er natuurlijk een officieel tintje aan geven en dat is leuk. Dat zijn er nog bijzondere dingen die jullie vandaag hierbij doen? Nou, we hebben 3 kilo asperges, 2 kilo aardappelen gratis. Maar daarnaast hebben we natuurlijk nog een proeverij van onze producten, onder andere de wijn en de sapjes. En dan hebben we het wagenhuis soort voor allerlei hapjes gemaakt van producten uit onze winkel. Oh ja, en dat vindt plaats in de sorteerloods. In de sorteerloods. Ja. Maar dan gaan we daar zo eens even kijken. Doen we. Nou, ik hoop dat de winkel nog heel veel klanten krijgt. Dat ook wel. En dat je er veel plezier aan mag beleven, want je staat er niet meer alleen voor, hè? Gelukkig niet, nee. Want dat is je dochter Marion, ja. die flink de handen uit de mouwen steekt om je te helpen. Wel de bedoeling. Ja, maar nou, dat is toch leuk, Marion, hè? Absoluut. Ja, precies. En je gaat ook wel graag met klanten om en zo. Je bent eigenlijk van kleins af aan gewend geweest. Ja, precies. Je groeit er zo mee. Aha. Nou, dan is dat toch een prachtige, laten we zeggen, een verbreding van de producten die je teelt zelf. Ja. Waardoor je dus eigenlijk toch een meerwaarde krijgt. Het is natuurlijk ook heel leuk dat je weet wat je opgebouwd hebt in al die jaren. Dat nou door je eigen dochter overgenomen wordt. Ja. Dat je levenswerk doorgaat. Ja, precies. Dat geeft ook veel voldoening. Jawel, ja. Ja, je begint met niks en je bouwt je klantenkring bouw je op. Dat gaat natuurlijk niet zo zonder slag of stoot. Nee. Als je begint dan... Nee, we weten het allemaal, in het aspergeseizoen openen heel veel boerderijen en winkeltjes, al dan niet permanent of tijdelijk. En ieder moet toch zijn eigen klanten houden en klantenbinding is dan van belang. Ja, dat doen we sowieso al. Van oudsher geven we de mensen, als we ze hebben, een zakje met soepasperges gratis mee. En dat vinden mensen natuurlijk ook altijd heel leuk. Ja, natuurlijk. En mochten ze er op sommige momenten niet zijn, vooral in het begin. Kijk, als je verder in het seizoen bent, dan kun je ook nog wel andere aspergetjes meegeven. Mm-hmm. Maar in het begin, dan zijn er heel veel mensen van, goh, krijgen we niks gratis. Ja. Dus dat is altijd wel leuk om te doen. Nou, dankjewel. Ga verder kijken in de loods. Ja, goed. Ja, ik spreek even met Tessa Krijgsman. En Tessa, jij helpt hier ook geregeld op de boerderij van de familie Ooms. En natuurlijk ook vooral in de winkel en met de asperges. Ja, klopt. Dit wordt mijn zesde aspergeseizoen dat ik hier werk. Ja. Ik heb voorgaande jaren heb ik heel veel gesorteerd met asperges. En mocht ik ze schillen in de winkel. En dit is nou het eerste echte jaar dat ik in de nieuwe winkel mag helpen. Oh ja, dus je bent eigenlijk gepromoveerd, hè? Je bent bevorderd. Ja. Nou, dat is toch leuk. Moeite, maar je vindt het leuk om dit te doen. Ja, ik voel me wel vereerd hiervoor. Dus. En het is ook leuk om te gaan met de mensen die in de winkel komen, natuurlijk. Ik leer ook meer met mensen omgaan.
ik vind het sowieso al leuk om met mensen om te gaan. Dus ja, het is een hele nieuwe beleving. Dan ben je mooi op je plek. En dat doe je waarschijnlijk alleen in het aspergesseizoen. Ja, in het aspergesseizoen zit ik hier alleen. Dus. En dan als elke vrije dag probeer ik hier wel te werken. Ja. Nou, en dan kun je een leuk centje sparen voor vakantie, neem ik aan. Dat gaat uit naar een nieuwe snowboard en vakanties en een nieuwe opleiding. Dus. Nou, wat ga je doen? In de zomer ga ik naar de Hintertoeks voor de Amwerten. En dan mag ik skiles gaan geven als ik die kijk eens aan. En dan mag ik in Oostenrijk voor een half jaar gaan werken. Dus. Wat een vooruitzicht. Ja. Buitengewoon. Ja, ik heb er ook enorm naar mijn zin. En ik zit nu momenteel 3 keer in de week ook bij Skidam in Rukven. Mm-hmm. Daar doe ik snowboarden. En als ze daar mensen nodig hebben die snowboardles nodig hebben. En ze hebben geen leraar of leraressen meer, dan mag ik ook invallen. Dus nou, ik werk overal en nergens. Nou, veel succes ermee. Ja, dank u wel. Dank je wel. Zo, ik ben nu even naar de sorteerloods gegaan en hier zijn enkele koks van het Wagenhuis, als ik het goed heb, het Wagenhuis uit Nieuw-Vosmeer. En die zijn hier bezig om van allerlei lekkers te maken waarvan de mensen mogen proeven. Ik zie hier een paar dames hier bij de tafel staan en jullie zijn iets aan het proeven. Wat de koks hier net hebben gemaakt. En wat is het wat jullie nu opeten? Nou, op het moment is het karnemelk met aspergemoes. En dat mix je door elkaar. En dat doen we als garnering, hebben ze nog frambozen. Oh ja. Heel lekker. En dat is een goede combinatie. Ja, dat is heel goed. Echt wel. Ja. Is het iets om thuis ook eens een keer te maken? Zeker weten. We komen hier wel op ideeën. Ja, ja, toch? Ja. Dat is ook eigenlijk de bedoeling, hè? Zo. En de dingen ook. Rabarbermoes is ook zo lekker. Ja, ja. En dan met aardbeien. Mm. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. En nee. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, maar je moet het wel een keer hebben gezien natuurlijk. Ja, precies. Een keer hebben gezien hebben gedaan. Ja. Maar zijn jullie ook mensen, als het aspergesseizoen begint, dat je er altijd bij bent? Ja, ja. Altijd. Altijd hier. Ja, en altijd hier bij Toos en... Wij zijn echt gek op aspergesseizoen. Ja, precies. Nou, dan leven jullie natuurlijk helemaal in de zevende hemel op dit moment. Deze weken, deze maanden wel. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ja, oké. Ja, mevrouw, u bent ook afgekomen vandaag samen met, is het uw man? Ja, ja. Samen met uw man bent u hier op naar Chris Ooms en aan Toos Ooms gekomen. En met de verwachting van wat te vinden? Wij komen wekelijks, dus wij weten al... Je kent de winkel? We kennen de winkel al. En je kent de producten die ze hier verbouwen? Ja, ja, goede smaak. Want daar wordt wel eens beweerd dat asperge is asperge, maar het hangt er vanaf op welk bedrijf dat je ze koopt. Het kan verschillen in smaak, hè? Ja. Afhankelijk van de grond waarschijnlijk. Ja, ja, maar dat zal een rol kunnen spelen. Ja. En jullie zijn verknocht aan de smaak van de asperges van de velden van de familie Ooms. Oké, nou, dan kunnen jullie naar hartelust in gang gaan, want het seizoen duurt nog een hele tijd. En geniet ervan. Dankjewel. Ja, dag Chris, ik heb net een uitgebreid gesprek gehad met je vrouw Toos over de winkel. Maar ja, jij bent de man van het buitengebeuren natuurlijk. Jij moet zorgen dat de winkel bevoorraad wordt. Ze zeggen het, ja. En jij bent de aspergeteler, om het hier maar even bij te houden. Want je bent natuurlijk veel meer op dit bedrijf.
Hoeveel asperges heb je dit jaar in productie? 2,80 hectare. 2,80 hectare. En is dat allemaal goed te behappen met personeel en zo? Ja, we hebben voor jou een hele rustige club om te steken. Het gaat fantastisch. Ja. Ja. Al vakkundige stekers? Ja. Ja, kijk, I-17 is goed opgeleid. Ja. De meeste asperges willen ze er weg. Ja, en het gaat natuurlijk om de toewijding die ze eraan willen geven. Precies, hè? Ze moeten het gewoon willen doen en dan kunnen ze dat. Maar het aspergeseizoen is dit jaar erg vroeg begonnen, vertelde je vrouw ook al. En is dat een voordeel? Dat weet ik wel zeker. Ja, want de prijzen zijn in dat opzicht in het begin natuurlijk goed. Op zijn allerbest geweest. Ja. Maar weet je wat mooi is van het lange seizoen? En op dit jaar natuurlijk dat we dus alle feestdagen mee pakken. Oh ja. Dus wat dus extra verkoop in de winkel teweeg brengt. Ja. Dat is een paas, Zwarte Moederdag, pakken een mooie hemelvaart. En dan waar het normaliter altijd wat minder wordt, dat is begin juni, pakken we Pinkster er nog even mee. Ja. Dus wat dat betreft is een lang seizoen meestal een goed seizoen. Ja, ja. En zeker dat die feestdagen zo goed vallen. Ja, dat komt heel gunstig uit nu, hè. Maar we hebben nog een gaatje te dichten van vorig jaar. Ja, want toen was het natuurlijk erg laat begonnen, hè? Toen hebben wij rond, was het nu 3 mei en vorig jaar 3 mei hadden wij, ik denk van zeker 80% minder gestoken dan we nu hebben. Dus daar hadden we bijna nog niks gestoken. Nee, dan moet je nagaan. Wat een verschil. Ja, gigantisch. Maar het put de aspergeplant niet overmatig uit? Nee, maar we moeten dus wel rekening mee houden, mochten we een warme maand mei krijgen, dat we dus enkele rassen gewoon toch een paar weken meer hebben te stoppen. Ja, dat je maar eerder rust kunt. Eerder rust, ja. Ja. Want dan leert de tijd, dat zie je gewoon wat er op een gegeven moment uitkomt en wat het weer doet. Hey, dus kijk, zeg jij in mei van, er komt een mooie, een hele warme periode al op begin juni. Mm-hmm. En er zijn enkele rassen bij die zeggen, nou die kunnen beter in rusten. Dan stop je ermee. Ja, dat is wel. Nou ja, vandaag nog maar 3 mei, dus nog een hele tijd te gaan, hè, wat dat betreft. Dus dan hoop ik dat het allemaal gunstig weersomstandigheden zijn en de prijzen een beetje in de been blijven. Dat is te hopen, hè. Want ja, dat is toch wel van belang. Dat is van belang. Jawel, dat doen we toch voor jaar. Moet het, toch ook, het kost ook allemaal best veel natuurlijk. Ja. Maar je kijkt wat nou die winkel toch weer gekost heeft om zo netjes te maken. Je personeel en hier de asperge is sorteerloos natuurlijk erbij. Mm-hmm. En daar komt er best veel kijken, maar dat hoeft niet in een jaar terug te vinden. Nee, dat wou ik zeggen. Hè, dat, wat dat betreft heb je wel een asperge die staat ook wel een jaar of 12, 13. Nee, niet meer. Niet meer? Nee, dat is al mijn 9 jaar. Dan, ja, er zijn verschillen in ras. Er zijn rassen bij die houden het 10 jaar vol. Zijn er bij die zijn bij 8 jaar. Oh ja, maar dan zijn ze uitgeput. Dan moeten ze eruit. Dan kosten ze meer van steken en wat de kwaliteit opbrengt. Want we willen natuurlijk toch in onze winkel kwaliteitproducten wegleggen. Ja. En dan moet je gewoon maken bij goede kwaliteit. Hè. Dan kun je beter een jaar eerder de vlees inzetten. En mooi opnieuw beginnen. Hoeveel jaar moet je wachten voor je terug kunt komen op hetzelfde perceel? Nou, wij hebben nou hier voor thuis van Marion, zeg maar, willen we toch om over een paar jaar, zeker als Marion doorgaat met de winkel, willen we terugkomen. Er zitten 15 jaar tussen. Zoveel toch? Ja. En dat is ook wel noodzakelijk. Jawel. Ja, want dat beseffen veel mensen niet natuurlijk. Hè? Want je hebt natuurlijk een aanloop van minimaal 2 jaar voordat je de eerste vruchten plukt, zou je zeker, kunnen zeggen. Zeker. Ja, precies. Hey, dus en daar willen we het weer wat proberen, hoor. Ja. We hebben nou nog hier een klein stukje, kunnen we nog verder hier onderwerpen, dan zijn we boven geweest. Ja. En dan beginnen we weer opnieuw. Nou, mooi. Top. Zeg Chris, veel succes nog. En ik hoop dat je nog een heel mooi aspergeseizoen kunt meemaken. Ja. En dat is niet het enige bij jullie, want je hebt nog veel meer we hebben nog iets meer, op de boek staan. We hebben nog iets meer. Dankjewel. Prima. Dag dan, Rick.